En op 25 september dan kronen we de nieuwe Miss Limburg. Dat is dan Miss Limburg 2011. Die mag meedingen naar het kroontje van Miss België. En we stellen deze zomer elke finaliste één voor één aan jullie voor, zodat we weten welk vlees we in de kuip hebben. En vandaag is het de beurt aan Marieke Meelbergs. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. Alles goed? Prima. Jullie hebben al heel wat mooie dingen mogen doen, hè, met de Miss Limburg. Zeker en vast. Zeker en vast. Het is tot nu toe echt al super ervaring geweest. Ja, ja. We hebben al heel veel dingen mogen meemaken die je normaal nooit zou kunnen doen. Dus, zoals? Wat heb je bijvoorbeeld al gedaan waarvan je van denkt, dan ga ik altijd onthouden? Ja, op de eerste plaats natuurlijk die shoots. Hè. Wie gaat zomaar in zijn vrije tijd even met een professionele fotograaf op de foto mogen? Dus, ja. Dus dat is op de eerste plaats echt al heel fijn. En dan ook, ja, we hebben catwalkles gehad al. En we worden eigenlijk overal zo'n beetje als VIP behandeld. Dus dat is echt wel fijn tot nu toe. Ja. Is het de eerste keer dat je meedoet aan een misverkiezing? Ja. Is de eerste keer. En waarom heb je je ingeschreven? Ik werd eigenlijk ingeschreven en ik ging eigenlijk naar de preselecties met het idee van we zullen wel zien wat er van komt. En toen ik uiteindelijk dan bij de 20 geselecteerde was, dacht ik van ja, eigenlijk inderdaad, als je daarover begint na te denken, het is toch wel een hele eer om dan de vertegenwoordiger te mogen zijn van of Limburg of België. Dus ik denk dat we eigenlijk als Limburgers zeker trots mogen zijn op de faciliteiten waar we hebben. Waar het gras altijd groen is langs de fietspaden en trekpleisters altijd druk bezocht. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een hele eer is om daar het gezicht van te mogen zijn. Ja. En je bent een echte Limburgse, hè? Waar ben je? Ja, ik ben van Paalberingen. Van Beringen, ja. Okay. Je hebt ook 5 foto's doorgestuurd om jezelf een klein beetje voor te stellen, zodat we je beter leren kennen. We gaan eens kijken. De eerste foto is deze. Vertel eens wat we hierop zien. Dus dit is een foto die is getrokken toen ik 6 jaar was. Mm-hmm. Dat kleine meisje met dat witte rokje aan, dat ben ik. Ja. Dat is mijn allereerste balletoptreden. Dus ik heb eigenlijk heel lang klassiek ballet gedaan. En elk jaar werd daar dan een groot optreden bij georganiseerd van de balletschool uit. Dat was in het casino in Beringen. Hele belevenis, zeker als je zo klein bent nog. Mm-hmm. En ballet is eigenlijk een passie. Dus, En doe je dat nu nog? Nu niet meer, nee. Ja, thuis. Af en toe trek ik mijn spitsen nog eens aan en dan huppel ik nog eens rond in de living. Maar de danspasjes en de choreografieën die jullie moeten leren zal dan geen probleem zijn? Het helpt wel, helpt wel. Ja. Oké, we gaan eens kijken naar foto 2. Dit is eigenlijk onze vleugelpiano. Ik heb van mijn vriend een enkele jaar geleden een piano gekregen, een vleugelpiano. En die was eigenlijk aanvankelijk wit met allerlei gouden frulletjes op. En wij vonden dat eigenlijk niet zo mooi, dus we zijn eigenlijk zelf aan de slag gegaan. En we hebben die zelf volledig opgeschuurd en die staat nu thuis een prachtige zwarte blinkende vleugelpiano in de living. Ja. En ik heb die foto gekozen, enerzijds omdat ik zelf ook piano speel. En anderzijds ook omdat ik eigenlijk ook graag creatief bezig ben. Zo. Ik vind het wel fijn om de handen uit de mouwen te steken. En om zelf dingen op te knappen of daarmee te prullen of te renoveren. Of zo. Dat vind ik wel plezant om te doen. Allee, goed. Je steekt de handen wel eens uit de mouwen. En speel je dan nog vaak op die piano? Ja, dagelijks. Allee. Ja. En alle soorten muziek? Of? Ja, eigenlijk toch wel. Klassieke muziek, maar ook als ik een liedje op de radio hoor waarvan ik denk van dat zou misschien wel eens kunnen lukken, dan probeer ik dat. Dan gaat zo op het gehoor. Ja, dus natuurlijk, het is niet gelijk in het liedje zelf gespeeld wordt dan, maar ik probeer het dan na te spelen en dan lukt het meestal wel, ja. Allee, goed. Redelijk klassiek dan als ik je zo al, hè? Ballet en dan piano. Ja, toch wel, ja. Maar af en toe kan dat ook veranderen. Kijk maar naar de volgende foto. Inderdaad, ja. Sportief ondanks dat ik eigenlijk inderdaad ook klassieke opleidingen heb gehad, zoals dan ballet en piano, ben ik op sportief vlak dan een beetje extremer eigenlijk. Ik hou niet zo van die alledaagse sporten, maar in de winter ga ik alles graag skiën en in de zomer, zoals op de foto te zien was, het wakeboarden, hè, dat vind ik geweldig om te kunnen. Dus, ben je al veel geweest deze zomer? Nee, deze zomer is het te druk geweest met de verkiezingen. Ja. Oké, dat is ook maar 1 keer natuurlijk. Ja. Goed, we gaan verder. Foto 4. Ja, dat is een foto van het gebouw in Leuven, dat is het College de Valk. Daar heb ik eigenlijk de laatste 4 jaren voornamelijk les gehad. Ik studeer criminologie. Ik ben hopelijk in september afgestudeerd, als mijn thesisverdediging goed gaat. Dus je moet alleen je thesis nog doen? Ja. En waarover gaat die? De impact van persberichtgeving op verkeersslachtoffers. Ja, dus, oké. Okay. Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Ja. En wat wil je daarmee bereiken? Wil je echt zoiets doen, in onderzoek? Of? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk zou ik liever meer persoonsgericht gaan werken. En dan vooral in de jeugdsector eigenlijk. Mm-hmm. Dat interesseert mij enorm. Ja, dus. Oké. Okay. Goed, dan de laatste foto nog tenslotte. Dat is mijn konijntje, Tijgertje. Mm-hmm.
En ik heb die foto gekozen omdat ik eigenlijk een enorme dierenvriend ben. We hebben thuis konijnen rondlopen, kippen, ganzen, een hele grote hond, een poes. En ik vind het ook zo fijn om 's avonds thuis te komen. Een hele dag in Leuven geweest en dan thuis komen, lekker in de zetel zitten. Ja. En dan de vriend erbij, de huisdieren er allemaal bij. En dus ik ben ook wel zo'n huiselijk type. Ja, gezellig dus, bij de dieren en bij de familie. Goed, hoe kunnen we op jou stemmen? Je kan stemmen door een sms'je te sturen naar 3250 met de inhoud MLI07. 07, goed, want dat is jouw nummer. Op de website misslimburg.tv vind je ook alle informatie over de verschillende kandidaten en hoe dat we voor de meisjes kunnen stemmen.